Welkom bij een nieuwe aflevering van Online TV voor overheidsmanagement. Vandaag de special over de Stampijfabriek. Een co-creatie-event over hoe worden wij als overheid de beste werkgever van Nederland. Een terugblik, wat hebben we gedaan, wat gaan we doen? Met een tafel, drie gasten, Esther van der Storm, Jeroen Pepers en Sander Bekkenutte. Ik ga ze even kort aan u voorstellen en we gaan terugblikken op de Stampijfabriek en vooral kijken hoe maken we de overheid de beste werkgever. Esther, mag je kort voorstellen? Innovate, een platform wat jullie hebben opgericht. Waarom? Wat hebben jullie gedaan? En wat gaan jullie ermee doen? Nou ja, dat is eigenlijk 2 jaar geleden ontstaan. We waren allemaal ambtenaren, we werkten bij de overheid. En we hadden zelfs zoiets van, dit moet toch anders en creatiever en innovatiever kunnen. Toen zijn we Innovate gestart. Innovate is een overheidsbreed platform wat innovatie binnen de overheid stimuleert. En een van de dingen die we doen, is dat we een challenge platform hebben op challengegovernment.nl en dat hebben we ook ingezet in de aanloop naar de Stampijfabriek. Ik ga daar even iets langer op door. Goed. Jeroen Pepers, directeur van het ANO-fonds. Wat doet het ANO-fonds en wat was de betrokkenheid met de Stampijfabriek? Het ANO-fonds is een sectorfonds van sociale partners, de VNG en vakorganisaties. En die houdt zich bezig met vernieuwing op het gebied van arbeidsmarkt en HRM. En dat is ook de link met de Stampijfabriek. Misschien moet ik, ja. Stampijfabriek wat toelichten waarom we dat gesteund hebben. Waarom hebben jullie het gesteund? Wat maakt dat je een beweging wil organiseren? Nou, het past in een groter geheel. Hè. Ook de Reuringcafés in de regio horen daar ook bij. En de sociale partners vonden het heel belangrijk dat het debat over goed werkgeverschap breed werd gevoerd. En uiteindelijk is ook met de Stampijfabriek waar allerlei goede ideeën bij elkaar komen. Sanne, ik en Nutte. Ja. Winnaar van het beste idee op de Stampijfabriek. Ik ga ze meteen vertellen wat de Stampijfabriek is. In het kort, waarom ben je überhaupt naar de Stampijfabriek toegegaan? Wat ging je doen? Wat was de drive? Mijn drive was, ik ben van het Jonge Ambtenarennetwerk, van de voorzitter van Jan Amsterdam. En wij zijn daar heel lang bezig met de positie van jonge ambtenaren binnen de overheid en überhaupt de overheid als werkgever. Niet alleen omdat we ons wel zorgen maken om de positie van jongeren, maar ook omdat we gewoon heel veel goede ideeën hebben. En vandaar dat we dachten van, dan moeten we ook zeker bij de Stampijfabriek langs gaan. Kijk wat we kunnen doen. Ja. Ja. Inmiddels vragen zich mensen denken af, wat is een Stampijfabriek? Kijk mee via hashtag Stampijfabriek en hashtag Obla. Daar zie je al verschillende initiatieven naar voren komen. Wat hebben we gedaan? Jeroen, je noemde het al. Een reuringtour. Een debattour door het land, onder ambtenaren. Met thema's, wat gebeurt er op werkgeverschap, waar moet het over hebben, van solidariteit tot instroom van jongeren. Verschillende thema's. Daar ontstaan ontzettend veel ideeën tijdens zo'n debat en constant roept dat een beetje gedachten op van ja, wat doen we nu? We zijn een beetje met elkaar aan het praten en wat bewegen we nu? Kunnen we niet een co-creatie-event starten om met elkaar die ideeën werkelijkheid te maken, zorgen dat er wat gebeurt? Daar is dan een grote vraag bij, hoe worden we dan de beste werkgever en wat is die? Die dag zijn we gestart met een open vraag. Hoe worden wij de beste werkgever? En die hebben we gedurende de dag geprobeerd te vullen. Hè? Van ideeën, naar het uitwerken van de ideeën, naar concrete pitches. En we hebben een voortraject natuurlijk bij gestart. Even in het kort. We hebben het over de beste werkgever. Een kort beeld bij hoe je zelf ziet dat we kunnen bijdragen aan de beste werkgever van de overheid in Nederland. Mag ik hem aan jou stellen? Tuurlijk. Ja, ik denk dat er bij de overheid gewoon ontzettend veel moois te doen is. Het is echt een prachtige tak van sport als je binnen de overheid werkt. Alleen denk ik wel dat alles wat af en toe wat leuker kan. Soms zit het wel heel erg vast in regels en procedures. Wij met Innovate proberen ook altijd daar op een innovatievere manier naar te kijken en door creatief te zijn. Wat zijn dan de dingen die jullie doen? Een belangrijk ding wat we doen is dat we trainingen aanbieden. We leiden mensen op tot innovator en die mensen gaan dan binnen hun eigen organisatie als innovator aan de slag. En bezig om op een andere manier naar problemen te kijken, om de organisatie mee te krijgen, om anders te gaan denken. Dus focus vooral niet op de dingen waarvan je zegt dat die regeltjes en dingetjes, geef daar geen aandacht aan. Jullie zijn eigenlijk gewoon netwerken gestart van mensen die zeggen het kan beter. Wij vinden onszelf innovators en we gaan elkaar opzoeken en we zorgen dat we dingen mooier maken. Eigenlijk al die mensen die binnen de overheid werken, die in hun eigen club zitten en denken dit moet toch anders en dit moet toch creatiever en innovatiever kunnen. Die mensen die ondersteunen we en die geven we tools en vaardigheden zodat ze daar zelf in hun eigen werk mee aan de slag kunnen gaan.
Wat zijn dingen die daar afgelopen jaar uit zijn gerold? Mensen die... Nou, we hebben inmiddels een netwerk van 140 innovators. Dat is binnen een jaar hebben we dat gerealiseerd. Die mensen zijn getraind. Die zoeken elkaar ook steeds meer op. Er zijn netwerken ontstaan binnen organisaties. En die mensen die organiseren brainstorm sessies, innovatieve sessies. Om te helpen met alledaagse problemen. Problemen waar een organisatie tegenaan loopt. Om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja. Dat zijn vraagstukken waar we nu mee bezig zijn. Kunnen we dat stimuleren? Kunnen we dat aanjagen? Jullie steunen dat er publicaties worden geschreven over wat is dan goed werkgeverschap? Hoe worden we dan het beste werkgever, de beste werkgever van Nederland? Over 3 jaar, als je op een gegeven moment, ik vermoed dat je ooit weer wat anders gaat doen, wat laat je dan achter? Wat is dan jouw bijdrage geweest aan het maken van de overheid als een betere werkgever? Ik denk dat een van de belangrijkste bijdragen zal zijn dat we nog meer als collectief leren van elkaar. Ik vind het heel belangrijk om een lerende sector te zijn, te delen van wat je allemaal ontmoet. Ook de worst cases, maar ook de beste practices. Op die manier gewoon echt leren van elkaar. Dat is echt wezenlijk voor de enorme veranderingen waar we voor staan. Hè, hoe helpen jullie met leren? Nou, we hebben een databank met allerlei pilots die worden gedaan bij allerlei gemeentes. Dus daarmee wordt heel veel gedeeld. We hebben heel veel publicaties. We maken tools waarmee gedeeld wordt, de kenniscommunities. Nou, allemaal dat soort zaken. Ons magazine natuurlijk, waar tegenwoordig via de app... Je kan zeggen, tegenwoordig een iPad hebben waar iedereen kan zien wat er gebeurt. Ja, precies. Ja. Voor jou, een jonge ambtenarennetwerk, dat zijn toch een beetje de plekken waar mensen naartoe kijken. Van, als er iemand straks de overheid gaat leiden in de toekomst, dan ben jij dat. Of mensen die bij jullie in het netwerk zitten. Succes. Ja. Wat doe je nu om te zorgen dat de overheid een beetje klaar is, als jullie aan de slag gaan, dat het dan de plek is waar je wil werken en dat andere mensen na jou ook willen werken? Wat doe je als jongerenambtenarennetwerk in Amsterdam daarvoor? Nou ja, de belangrijkste vraag is hoe zorg je dat je deze generatie überhaupt gaat behouden de komende jaren? Want waar we ons nu gewoon heel erg zorgen over maken, is dat er over 5-10 jaar een enorme uitstroom is, maar tegelijkertijd er onze generatie dan niet klaar zit om dat over te gaan nemen. Dus dat is iets waar we nu proberen aandacht voor te vragen en met hele innovatieve oplossingen te komen om toch te zorgen dat we nu al aantrekkelijk zijn. Waar vraag je dan aandacht voor? Voor de positie van jonge ambtenaren. Dus niet zozeer omdat ze beter zijn, maar wel omdat het gewoon super belangrijk is dat die gewoon klaargestoomd worden en nu al gebonden worden aan de overheid. Ja. En wat zouden we dan willen dat... Wat kunnen we faciliteren om te zorgen dat jonge ambtenaren daarvoor klaargestoomd worden? 2010 komen we dadelijk op, dat is een van de ideeën. Dat is een plan. Heel goed idee, winnend idee. Ja. Wat zijn andere elementen waar je zegt, of misschien wat daar kun je op terugkomen hoor, maar ik ben aan het zoeken, wat zijn nou de dingen die we echt nodig hebben? We zorgen dat we niet de grote tegenstelling hebben tussen jong en oud. Ouderen stromen uit, jongen moeten naar binnen. Hoe zorgen dat de jongeren nou klaargestoomd worden om die oude generatie op te volgen? Nou ja, om te beginnen moeten ze natuurlijk gewoon plek kunnen krijgen binnen de overheid. Nu zie je dat de instroom gewoon ontzettend laag is en de uitstroom heel groot, omdat alle tijdelijke contracten steeds weer aflopen. Maar goed, dat is dan een voorwaarde. En verder moet je gewoon zorgen dat je heel aantrekkelijk bent als werkgever. Bijvoorbeeld dat er gewoon goede doorstroommogelijkheden zijn en dat jongeren hun eigen creativiteit kwijt kunnen. Ja, ik vroeg het, want dit zijn de elementen die gedurende de hele stampijvering natuurlijk naar boven kwamen. Ja. Wat zijn nou de elementen die we moeten doen? Allemaal pitches bedacht. We gaan even kijken naar de video waarin de jury terugblikt op welke pitches gedaan zijn die dag en welke de winnende pitch is. We gaan even kijken. De top 3 bekend te maken van de beste pitches. Het lanceerplatform op nummer 3. Platform nummer 2. De hackathon. En dan nummer 1. Dat is geworden 2010. En daar komt ook een toelichting van de jury bij. Ja, heel simpel. Vergrijzing, dat heeft nog niet iedereen door, is leiderschapsprobleem nummer 1 in Nederland. Met allerlei dingen die daarmee samenhangen. Het verbindingen leggen tussen generaties is iets wat ontzettend belangrijk wordt. Want mensen gaan eerder aan het werk en blijven tegelijkertijd langer doorwerken. Dus we krijgen veel grotere verschillen tussen generaties dan er ooit in ons werkende historie geweest zijn. En om daar verbindingen in te leggen is cruciaal, echt cruciaal voor Nederland. En de eenvoud van de uitvoerbaarheid gekoppeld aan het strategische maatschappelijke belang van dit probleem. Ja, ik had meteen opgeschreven, fantastisch idee. En ik kan ook aangeven, dat kan ik ook namens de bakers zeggen, als wij daar als baak hier een rol in kunnen spelen, zullen wij dat zeker doen. Want we hebben dit gedefinieerd als een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Dankjewel daarvoor. Een applaus.
We hebben net het hoogtepunt gezien van de stampijfabriek. De pitches gepresenteerd aan de jury en de uitslag daarvan. 2010, iedereen wat jij gepitcht hebt, kwam als beste naar voren. Ja. Hij komt natuurlijk maar heel kort in de orde. Wat is het? Wat is 2010? Het is eigenlijk ontzettend makkelijk. Het idee is dat oudere medewerkers vrijwillig de kans krijgen om 20% van hun tijd in te leveren voor maar 10% salaris. En het geld wat daarbij overblijft wordt geïnvesteerd in het aantrekken van jonge ambtenaren. Maar er zit één addertje onder het gras, want het is niet voor iedere oudere medewerker. Het is, we verwachten wel dat diegene dan 2 à 3 uur in de week investeert in het coachen van jongere medewerkers. En daarmee met het overdragen van hun kennis. Mensen werken 20% minder. Ja. Dragen daarmee 10% salaris af. Tijd die ze overhouden, deel winst voor zichzelf en deels gaan ze iemand anders coachen. Precies, dat is het. Moeilijker is het niet. Moeilijker is het niet. Ja. Waarom heeft dit gewonnen? Jij was een van de juryleden, ja. Dus je hebt hier lang over nagedacht. Heel lang. Ja. Heel lang. Ja. Wat was het? Nou, vooral de eenvoud was ook natuurlijk heel aantrekkelijk aan het idee dat het gewoon makkelijk uit te leggen is. En dat nou, het jongeren issue goed op de agenda zet. En ook de mogelijkheden die het biedt, zeg maar, om kennis te delen van ervaren medewerkers naar nieuwe jonge medewerkers. Dat was ook een aantrekkelijke kant. Is dit een mooie opbrengst? Is dit van zo'n dag? Is dit het idee wat we... Ik vind het een prachtige opbrengst. Maar er waren natuurlijk nog heel veel andere ideeën. Die vond ik ook heel erg mooi. Maar dit is gewoon een heel simpel idee. En heel erg duidelijk. Dus nee, ik vind het prachtig. Ik denk ook dat het heel makkelijk concreet te maken is. Ja. Ja. Heb je al eerste mensen gehad die zeggen... Nou, ik kan me namelijk genoeg van mensen voorstellen die zeggen... Ik wil gecoacht worden. Ik doe mee. Maar de andere kant? Ja. Zijn er mensen die zeggen... Gelukkig wel. Ja, het idee is ooit bedacht in Stadsel West door onder andere Redpad Visser. En toen zijn wij heel enthousiast natuurlijk vanuit de jongeren gelijk geworden. Ik denk van ja, jonge mensen die hebben er alleen maar baat bij. Maar het spannende vonden wij om ook nog de oudere medewerkers te vinden die dan er veel eigenlijk wat meer ervoor moeten doen. Maar we krijgen ook bij mijn eigen collega's krijg ik heel veel enthousiaste reacties. Ook tijdens de stampijfabriek gelijk heel veel oudere medewerkers die dat super leuk vonden om daar aan mee te gaan doen. Levert het ook actie op? Pitch was afgelopen vrijdag. Ja. We zijn nu een kleine week verder. Zijn de eerste mensen zijn die hebben gezegd, ik doe mee. Hoe organiseren we dit? Ja, heel veel. Ja, echt op Twitter sowieso al echt nog net geen trending topic. Mijn mailbox zit helemaal vol met mensen die graag mee willen werken. Ja, gaaf. Ja, echt super. Ja. Wat heb je nodig om het ook naar Esther en Jeroen. Zijn er mensen, wat kunnen andere mensen doen om dit idee nu te laten gaan werken? Want het is dood eenvoudig. Kan, mensen zijn enthousiast. Ja. Wat moet er nu gebeuren om hiermee aan de slag te gaan? Nou ja, nog meer reuring eraan geven, nog meer promotie, nog meer andere gemeentes, andere overheden die er ook aan mee willen werken. Dat helpt natuurlijk heel erg. En we zijn gewoon heel praktisch op zoek naar ook bijvoorbeeld netwerk van ouderen die dit willen steunen. En naar kennis over de juridische en financiële consequenties. Want het is volgens mij vrij makkelijk, maar er zit... Volgens mij zie ik iemand die... Ja, nou ja, precies. Eigenlijk even juridisch is geweest. Ja. Is het heel complex om te doen? Twee vragen. Eén, is het heel complex? Kan dit in juridische zin? Aan de andere kant, je gaat natuurlijk van overheid naar overheid. Je ziet ontzettend veel organisaties. Slaat dit aan? Gaan mensen meedoen? Goed, het zijn twee losse vragen. Het is niet complex. Als mensen vrijwillig keuzes maken, dan kan dat. Ik zou het wel graag zelf zien in een groter geheel van meerdere acties. En dan ook plaatselijke GO of de ondernemingsraad erbij betrokken. Van hoe ga je dat nou vormgeven om ook voldoende massa te krijgen dat er inderdaad een effect is. Dat er meer jongeren binnenkomen en niet druppelsgewijs, maar echt grotere. Als we het hebben over de beste werkgever, dan is dit een van de dingen, bedoel je? Ja, ik zou zeker meerdere... Het initiatief aan zich, dit kan gewoon, toch? Ja, dit kan. Het heeft wel consequenties voor mensen. Mensen moeten zich goed bewust zijn, vooral de ouderen, wat ze doen. Ja, want ze leveren wel geld in en pensioenaanspraken in. En die keuze moeten ze wel heel bewust maken en heel vrijwillig maken. Ja. Ja. En denk ik niet dat het gewoon goed komt, want er zijn best wel veel mensen. Een andere pitch die naar voren kwam, komen we dadelijk even op. Een tweede leg. Groep mensen die al een behoorlijke carrière erop hebben zitten. Die zeggen, ik wil gewoon compleet iets nieuws doen. En dat gaat me eigenlijk helemaal niet meer om het salaris. Het gaat me erom dat ik weet inmiddels alles van dit thema. Ik ben een specialist, maar ik wil gewoon wat nieuws gaan doen. Daar is animo. Denk je dat de geldreden dit tegen gaat houden?
Dat weet ik niet. Als dat een te groot probleem is, gaan mensen niet vrijwillig doen. Ik denk dat als mensen daarvoor voor gaan, dat ze om andere redenen kiezen voor zo'n construct. Dat ze eventueel of een andere baan of freelance opdrachten daarnaast gaan doen. Ja. Of andere activiteiten, wellicht voor de kleinkinderen of whatever, een studie gaan doen. Dat soort overwegingen zullen vooral een rol spelen. Maar daar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Kijk. Ja, helder. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. Je ziet natuurlijk ontzettend veel mensen die op INOV afkomen. En niet alleen jongeren, mensen uit alle generaties die er toe komen. Heb je het idee dat mensen hier voor warm gelopen mee kunnen doen? Ik denk het wel. Ja, persoonlijk denk ik zeker van wel. Ik denk zelf wel dat het goed is om juist dit soort dingen eens een keer klein te gaan beginnen. Om het maar gewoon te doen. Ja. En binnen een afdeling of binnen een bepaalde organisatieonderdeel dit is te gaan testen. Van hey, hoe wordt er nou op gereageerd? Wat levert dat dan op? Op die manier maak je het zo snel mogelijk concreet. Want mijn angst is altijd met allerlei prachtige ideeën dat er heel veel over wordt gepraat. Maar het uiteindelijk niet wordt uitgevoerd. En dat zou ik heel erg zonde vinden. Als 100 mensen nu dit gaan doen, klaar. We kunnen altijd door, maar dan is dat ook jouw doel? Kun je het zo concreet maken? Nou, of denk jij, het moet groter, moet in duizenden denken? Of wat is jouw beeld hierbij? Nee, als we bij de gemeente Amsterdam kunnen beginnen, ben ik natuurlijk ontzettend blij. Dat is op zich al een vrij grote organisatie. Maar dat hoor ik wel terecht. Eigenlijk wat Jeroen zegt, gaat niet om de organisaties. Het gaat nu dus om mensen die zelf zeggen, ik doe hier aan mee. Want de organisatie kan wel zeggen, ik doe mee, maar de organisatie gaat niet 20% minder werken. Precies, eigenlijk moet je het van twee kanten gaan insteken. We willen gewoon hoog in de boom gaan. Hè. We willen met Arjan van Gielsen binnenkort om tafel, de gemeentesecretaris van Amsterdam. En tegelijkertijd willen we gewoon enorm gaan netwerken en onze eigen collega's gaan vragen of ze hieraan zouden willen bijdragen. Want wat bijvoorbeeld ook heel goed geregeld moet gaan worden, is dat als het geld oplevert, dat het dan niet een bezuinigingsronde is, maar dat dan ook wel gewoon hoog in de boom wordt afgesproken, dat het ook echt voor jonge mensen aan jonge mensen wordt besteed. Dus dat is wel garanties die ik dan van hun ook wel wil krijgen. Ja. Ik denk overigens wel dat er heel veel oudere werknemers zijn die het heel fijn vinden om hun kennis over te kunnen dragen. Ja, dat, dat merkt je ook heel erg. Dat gewoon echt heel erg speelt bij ze. Ja. Een soort angst dat anders hun kennis vervliegt. Ja. Dus daar voldoet het aan. Ja. Mooi trick, hè? Dat is natuurlijk een van de andere pitches die naar voren is gekomen, de stampijfabriek. Laten we daar even kijken hoe in 2010... kunnen helpen, of mensen die kijken mee kunnen doen, mee kunnen werken. Of gewoon een van de mensen kunnen zijn die 20% minder gaan werken. Kennisoverdracht is natuurlijk een van de meest basale dingen dat het openbaar bestuur wat duidelijk misgaat. Als iedereen niet alleen met pensioen, maar gewoon mensen gaan uitstromen. Een van de pitches, we gaan even naar de video kijken waarin de pitches en de andere 10 pitches wordt gepresenteerd. Ja. En als je daarbij het bedrijfsleven laat aansluiten, dan zie ik wel hele goede mogelijkheden om daar ook heel veel besparingen mee te gaan. Langdurig moet je aan iets werken om iets te bereiken. Maatschappelijke effecten, tegengaan van eenzaamheid bijvoorbeeld, bereik je niet in een jaar. En heel veel jongerennetwerken, die zijn er wel, die de zomerfeestjes organiseren en de leuke jongambtenaarverkiezingen en zo. Ik denk, laat die nou mobiliseren om met z'n allen door erin te gaan. Want ik heb het idee, ik was ook bij Serious Ambtenaar. En daar was de vraag van hoe kunnen we het structureler maken dat Serious Ambtenaren... En daarbij te zorgen dat je de samenwerking creëert en verbinding creëert tussen mensen. Door eerst te kijken in het perspectief van een ander en daarna verbinding te leggen met die van jezelf. Een soort traineeship waarin wij samen met de overheid zeggen, joh, dit zijn de competenties, dit is het profiel, dit is de rol die we zoeken. Wij spreken daar een periode af van een half jaar tot een jaar. Ook reguliere taken als het uitkeren van uitkeringen kun je als zodanig herdefiniëren. Drijfveren van talent en plezier, maak die inzichtelijk en laat die inderdaad ruimte krijgen binnen functies. Dat gebeurt heel. Kunnen de jongeren gewoon dus hun beste idee inleveren en ja, eigenlijk ook tegenover beloning van geld bijvoorbeeld. Dus zo hou je ze actief en daaruit kan de overheid dus ook komende jaren hun talent halen. Zeker in deze tijd waarin er gesproken wordt over een sociaal akkoord. Om mensen meer ruimte te bieden in de vorm van ondernemerschap met je werkgever om te kijken of je nog een tweede carrière een tweede switch zou kunnen maken. En dat leidt tot een leg. Een tweede leg. We hebben het videootje gezien met de pitches die gehouden zijn. Verschillende ideeën. Hoe worden we weer trots op ons werk? Wat gaan we doen? Het idee om niet de beste ambtenaar te laten kiezen door een jury. Maar waarom doet de gemeenteraad dat niet zelf? Hè? Laat die trots naar buiten zien. Mensen die hebben gezegd, ik zou eigenlijk een nieuwe carrière willen. Een tweede leg. Moeten we daar niet iets voor verzinnen? Hoe help je mensen aan een tweede carrière? Mensen hebben gezegd, we moeten een hackathon organiseren. Een hackathon voor de OR. Hoe kapen we de ondernemingsraad en hoe krijgen we daar beweging in?
Het ministerie van Belangrijke Zaken is opgericht afgelopen vrijdag. Hoe gaan we dit soort ideeën nou maken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Je ziet veel mensen langskomen, regelmatig komen mensen bij jou langs. Stampijfabriek is niet de enige plek waar dingen ontstaan. Bij jullie gebeurt het ook regelmatig. Hoe helpen we dit soort ideeën verder? Hoe zorgen we dat dit blijft leven? Hoe doe jij dat? En je gaat hier vak van maken. Ja, gewoon doen. Dat klinkt altijd heel simpel, is natuurlijk in de praktijk vaak lastiger. Maar mijn persoonlijke motto is altijd niet lullen, maar poetsen. Je moet maar gewoon beginnen en af en toe gaat het misschien fout. Leer je ook weer heel erg veel van. Maar als je nooit eens een keer begint, dan kom je ook nergens. Dus ik was bijvoorbeeld betrokken bij een van de pitches dag burgemeester. Om één dag de burgemeester de laan uit te sturen en studenten als burgemeester op te laten treden. En dan moet je bij de scholieren toch? En middelbare scholieren. Ja, gewoon allemaal jongeren om te laten zien hoe leuk het is om bij de overheid te werken. En met dat idee gaan we nu gewoon uitwerken. Dus een mail is uitgegaan om een bijeenkomst te plannen met de mensen die ermee aan de slag willen gaan. Om met die mensen iets te gaan realiseren. Ja. En die stappen moet je volgens mij gewoon gaan zetten. En dan gewoon doen. Er was een burgemeester en die zei, is goed, ja. Ik ben wel een dag, ik draag mijn ketting wel even over. En als het ergens een succes is, dan gaat het rondzingen en dan gaat dat groeien. Dus ik geloof in de kracht van klein beginnen en het op die manier de succes uitbouwen. Ja, over een paar maanden zien we ergens in Binnenlands Bestuur of Republic ergens een burgemeester die een dag geen burgemeester was. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Ja. Ja, ja. Hoe werkt het bij jou? Want je ziet natuurlijk ontzettend veel mensen langskomen die bij jou aankloppen voor geld, voor steun, voor netwerk, voor allerlei ideeën. Heel veel poppen op, een aantal zijpelen misschien. Wat zie je langskomen? Wanneer werkt de een wel, wanneer werkt de ander? Ja, ik sluit wel erg aan bij de vorige spreker dat het gewoon belangrijk is om gewoon te doen en te beginnen. En werk je idee verder uit, verrijk je ideeën. Probeer ook aan te sluiten bij dingen die al lopen, hè, dus probeer te verbinden. Dat werkt gewoon heel erg omdat je toch die energie met elkaar nodig hebt om een stap te zetten. En op een gegeven moment wordt het op een bepaald moment wordt het zo groot dat het belangrijk is dat een organisatie erachter gaat staan en dat er geld komt. Ja. Ja, dat is gewoon doen hoort. Wat denk je dan aan 2010 of bij dag burgemeester? Wat zijn zelf dingen waar je denkt, hey, ik kan hier wat aan bijdragen? Of ik kan hier, wanneer krijg je er zelf energie van om een keer zelf burgemeester te worden voor een dag? Of? Ja, dat idee van dagburgemeester is denk ik gewoon heel mooi. Er wordt heel veel gedaan bij heel veel gemeentes om uit te leggen wat nou de politiek is, hè, de lokale politiek. Als je daaraan kan verbinden hoe het is om te werken bij de lokale overheid en bij de overheid, dan ben je al binnen. Hè. Je bent al bij de scholen om het verhaal te vertellen en voeg er nou iets aan toe. En dan heb je dagburgemeester. Ja. Jouw pitch is natuurlijk de beste, daarom heb je gewonnen. Maar andere ideeën waren misschien wel net zo goed. Wat was je indruk van andere ideeën? Gaat dat werken? Gaat dat lopen? Welke andere was je een klein beetje fan van? Ja, nou, ik was sowieso echt super verrast dat er zoveel hele concrete ideeën zijn. Want we zijn over de problemen die we op willen lossen zijn we het allemaal wel eens. Maar hoe ga je het dan ook realiseren? Dus die dagburgemeester vond ik heel erg leuk. Ik vond het hackathon ook heel spannend. En hoe we de OR gaan verjongen en verfrissen en dat gewoon met een hackathon gaan doen. Het lanceerplatform vond ik heel goed. Hè? Hoe ga je gewoon, problemen waar we allemaal mee lopen, hoe ga je gewoon zorgen dat iedereen die daar al kennis over heeft, daar gewoon bij aangehaakt is. Een lanceerplatform, in het kort, hè, dat was een, je had er natuurlijk constant ideeën van elkaar. Dat is een beetje idee van innovatie. Goed gejat en we doen het weer opnieuw. Ja. Maar hoe zorgen we dat het beter en sneller kan? Iemand die ergens iets bedacht heeft, die gewoon een paar dagen ergens meewerkt, meedraait om het te lanceren. Dat was het idee. Ja. En kunnen we dat dan gebruiken voor 2010? Ja. We moeten het zoeken naar de verbinding tussen ideeën. Nou, ik werd ook, zoals jij ook zei, van dat je idee gewoon moet verrijken. Ik bedoel, je kan wel wat doen, maar wat ik ook altijd probeer is dan ook een idee te verrijken. Door gewoon via Twitter of via zo'n stampijfabriek om gewoon mensen erbij te halen die het nog net ietsjes beter kunnen maken, je idee. Ja. Als we terugkijken. En we werken toe naar de overheid, beste werkgever van Nederland. Deze pitches. Is het genoeg? Moeten we meer gaan doen? Wat is je gedachte als je even terugkijkt naar wat draagt dit bij? Als we beginnen een dag met hoe worden we de beste werkgever van Nederland. We hebben een aantal initiatieven bedacht. Wat zou een vervolg moeten zijn? Ja, dus een vervolg op de initiatieven. Een vervolg moeten we weer doen. Moeten we groter denken? Of juist veel kleiner denken?
Poeh, nou ja, sowieso zou ik het wel heel mooi vinden om op een gegeven moment over een paar maanden te zien wat er van al die initiatieven is gekomen. Want dat gebeurt heel vaak niet. Dan heb je een hele mooie dag gehad en dan vervolgens is een beetje onduidelijk wat er dan terecht van komt. Dat geeft ook weer inspiratie van, hey, wat is er met die ideeën gebeurd? Hoe hebben mensen dat aangepakt? Kun je weer van elkaar leren en het op die manier een stap verder brengen? Dus dat zou ik een eerste stap vinden. Ja, helemaal mee. Ja, dat gebeurt daarnaast ook een heleboel. En ik denk, blijven verbinden met van alle goede ideeën aan elkaar, dat is gewoon echt wel belangrijk. Want voldoende initiatieven, voldoende ideeën, maar verbinden en zorgen dat er massa komt, dat er kracht komt om het door te zetten, dat is echt belangrijk. En daar doen wij ook heel veel in. Om te zorgen dat er met steun en met aandacht echt uiteindelijk een doorbraak komt op een bepaald terrein. Ja. Ja. Voor jou? Als je ziet het in Amsterdam ontzettend veel gebeuren. Ja, ik zou graag op een gegeven moment weer, wat jij zegt, gewoon een vervolgsessie eraan geven. Ik vond die dag zo ontzettend snel gaan. Er zijn nu uiteindelijk 11 pitches dan gegeven. Maar volgens mij zijn er, 109 ideeën afgevallen daarvoor. Die net niet goed genoeg waren voor die pitches. Maar volgens mij nog steeds ontzettend gaaf zo om een keer uit te denken. Nou, helder. Dit is dan in de vraag van wie kan wat doen. Ik zal ik zorg gewoon dat we die ideeën, die er zijn, constant rondsturen. Zorg dat iedereen op de hoogte blijft van die ideeën die er zijn. Ja. En je ziet ook, moet vooral niet bij mij zitten. Je ziet via hashtag Stampijfabriek, zie je natuurlijk al ontzettend veel updates van alle initiatieven langskomen waar mensen mee bezig zijn. Volgens mij is dat wat we als vervolg moeten oppakken. Zorg dat we in ieder geval deze ideeën levend houden. En daarna gaan we wel nadenken, moet er vervolg komen of wat gaan we doen. En laatste, is er iets waarvan je zegt, doe mee, help mij voor A&Innovate of voor 2010? Iets waarvan je zegt, we sluiten de video af met, mag ik bij jou beginnen? Ja, blijf je verbinden aan om te zorgen dat we de beste werkgever van Nederland worden. Hè. Het is niet gebeurd met de stampijfabriek. Het is gewoon een reis waarmee we gewoon continu moeten beginnen en door blijven gaan. Ja. Dat is belangrijk. Ik vermoed dat we Challenge Government vaker moeten gebruiken. Ja, Challenge Government moet wel. Nee, vind je het leuk om met innovatie aan de slag te gaan, dan is iedereen uitgenodigd om een kijkje te nemen bij Innovate op innovate.it. Okay. Yes. Wat kan ik doen als ik 20% minder wil werken? Dan laat het op Twitter weten, hashtag 2010. Stuur mij een mailtje. Laat het gewoon weten en zorg dat die massa krijgt. En laten we gewoon lekker mee aan de slag gaan. Ja. Helder. Dankjewel.